Ik ben Alek, 21 jaar oud en al sinds mijn zesde levensjaar fanatiek visser. Afgelopen voorjaar ben ik op solo visavontuur gegaan in Amerika. Op zoek naar de meest tropische vissen om van mijn bucketlist af te streven. Ik neem jullie mee tijdens dit geweldig avontuur. Dit is mijn reis. Yes, beste mensen. Helaas is het Panama-avontuur voorbij, maar niet getreurd. Zoals je kan zien ben ik namelijk totaal ergens anders, namelijk Florida. Ik ben mijn zusje gaan bezoeken, die een half jaar aan het werk was in een paardenranch. En ik moest daar natuurlijk ook gaan vissen. De komende paar afleveringen zullen dan ook in Florida zijn en ik hoop dat jullie hier heel erg van gaan genieten. Hier zie je trouwens de ranch waar mijn zusje aan het werk was en waar ik kon blijven slapen. En hierbij wil ik ook nog heel even snel de baas van mijn zusje bedanken dat ik hier kon verblijven. Mocht je heel toevallig van paarden houden, het linkje van haar Instagram staat in de beschrijving. Dat even daar gelaten. Maak je klaar voor super vette Florida avonturen. Goedemiddag jongens, avond moet ik eigenlijk al zeggen, het is 6:30 volgens mij, ja zoiets. En ik ben in Florida, ik heb al een paar dagen helemaal niet gevist, ik heb eigenlijk alleen maar een beetje gechilled, gerelaxed, uitgerust, wel even Miami bekeken, dus dat was wel nice, maar voor de rest heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan. Vandaag wilde ik gaan vissen, ik heb het nog steeds niet gedaan, ik ben lui, ik ben een beetje... Ik heb een drone gekocht, ik heb het net in mijn tas gedaan, maar ik heb een drone gekocht, dus daar een beetje mee gespeeld, alles uitgeprobeerd. Ja, nu begon het toch wel een beetje te kriebelen. Er zit hier een kleine sloot voor het huis, voor de ranch, waar ik slaap de komende tijd. En die komt uit in een groter kanaal, daar denk ik dat er wat meer zit. Dus ik heb twee hengeltjes mee, gewoon met twee lichte hengeltjes. Eén baitcastertje en mijn andere is gewoon mijn Legend Extreme, mijn spinstokkie. Ik was naar de Bass Pro Shop langs gegaan de eerste dag. En daar zeiden ze dat één aasje wel echt een stuk beter bleek te zijn dan heel veel andere. Dat was deze, een Rapala aasje. Hij glinstert gewoon ook super mooi. En die zou dus heel goed werken voor de Peacock Bass. Ja, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga snel even mijn hengels klaarmaken. Ik heb nog een uurtje licht ongeveer. Even kijken hoe laat is het nou precies. Ja, het is 6:30. Dus een uurtje, anderhalf uur licht. Maar ik moet ook nog even alles knopen en naar het water toe lopen. Dus kaprootje mee, drone mee en dan heel snel even een korte avondsessie. Ik zie jullie aan het water. Alright jongens. Oh, ik heb wel weer... Ik was heel lui. Ik heb ook wel echt weer zin om te vissen. Ik heb mijn twee hengeltjes. Eén met dat kleine plugje en de ander met een kikkertje. We gaan er zo eens even kijken of we vissen kunnen vangen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Bijna elke soort die ik hier kan vangen is nieuw voor me. Het kan een... Even kijken, hoe ga ik hier over het hek heen? Dat is misschien... Kan ik deze zo openen? Nee. Moet ik even over het hek klimmen. Of ik druk gewoon op de knop. Dat is wel zo makkelijk. Ja. En letterlijk recht hiervoor zit dus al een klein slootje. Het is wel heel ondiep. Echt maar een halve meter diep. Maar er schijnt wel vis te zitten, begreep ik. Iemand die ik had gesproken, een vriendin van mijn zusje, want ik ben bij mijn zusje langs nu. Het is wel erg klein. Ik zie daar wel wat bewegen. Even kijken, een lelieblad beweegt. Oh, allemaal kleine visjes hier. Het is wel echt heel klein dit. Ik ga gewoon eens even kijken of ik er iets... Dit zo.
Oh, daar hebben we ook de schotels. Ik weet niet wat het was. Ik zie wel het een en ander bewegen, maar nou, het is zo fucking klein. Het is echt minuscuul. Dus ik loop nu een stukje die kant op. Daar is iets breder water. En daar eens even kijken of ik iets uit kan halen. Ik zie wel, het is wel veel beweging in het water, maar ik zie wel het een en ander bewegen. Net zag ik wat groters. Maar of er echt veel vis zit, het is wel echt klein. Nou, even een korte wandeling. Zie ik jullie daar. Ik zie echt daar een snakehead. Ik weet niet of het te zien is. Ja, hij is wel te zien. Dat is een snakehead, jongens. Oh, als ik die vang, dan word ik lijp. Ik ga gewoon met het plugje aangooien. Beetje lastig, maar... Oh, dat was een largemouth. Oeh, die snakehead kijkt ernaar. Hier zat net die largemouth. Misschien zit hij er nog wel ergens. Kijken. Het is een stuk ondieper. Kikkertje proberen. Oké, die zat er wel, ik heb wel een beetje bruik, maar die zat er wel serieus ver onder. Oké. Lekker. Oh nee. Of toch niet? Of nee, toch niet?
Wow, er stond een kleine gar. Fuck, Maas. Fuck, 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 fuck. Nee, joh. What the fuck? Oh, hij zwemt daar die buis in. Oh. Oké. Okay. Alec en stress. Alec en werpen. Gaat niet goed samen. Oké, okay, er zwemt hier dus wel behoorlijk wat vis rond. Ik bedoel, ik heb nu een largemouth gezien, een snakehead en een gar. What the fuck? Het is gewoon allemaal heel klein. Dat was het nadeel. Maar ja, tenminste, het water is heel klein. Die vissen waren op zich prima. Oh, oh. Fuck, ik kreeg een aanbeet. Oh, oh. Hier ligt een ziek grote pleco ook voor mijn neus, jongen. Oh, oh. Fuck. Voor mij was dat een kleine bass. Hier weer echt super veel beweging in het water. Net nog weer een schildpad, zag ik. Maar oh ja, daar zie ik een gar liggen op de bodem. Ja, ik heb hem. Oh, oh, jongens, ik heb een gar. What the fuck? Hij pakte hem gelijk, joh. Gelijk. Holy fuck. Holy shit. Oh, naar beneden, naar beneden. Ik heb een gar. Fuck, 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 fuck. Dit is gewoon een mini krokodil eigenlijk. Met zonder poten. Oké. Okay. Oh. Wow, die zijn moeilijk vast te houden. Oh. What the fuck? Oh. 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 Verlies hem niet. Oeh, hij zit heel ver in de planten nu. Hij is helemaal daar, joh. Kut. Ik moet denk ik even het water inlopen. Oké. Okay. Alec gaat het water in. Oh, oh. Hopelijk zitten er geen gevaarlijke beesten in het water. Holy shit, jongen, die gar ineens ging er vandoor. Ik hoop dat hij er nog aan zit. Ik zie hem nu niet. Ja, ik zie hem. Ik zie hem wel. Ja, daar ben je, meneer gar. Wow. Jezus, het ding is sterk en echt heel moeilijk vast te houden. Oké, twee handen. Ja, ja. Mijn eerste gar, jongens. Ik zag hem liggen, gooi hem aan. Bam, hij pakt hem. Nu weer omhoog zien te komen. Nou jongens, mijn eerste vis.
Wow. Ja, nice. Alligator gar. Of niet een alligator gar, maar gewoon een gar. Maar ik weet niet of ik zijn tanden kan laten zien. Stel scherp. Holy shit, jongens. Wat ziek. Mijn eerste alligator gar. Ik ga hem snel vrij laten. Oh. Nou jongens, mijn allereerste vis in Florida. Een gar. Kijk die tanden. Als hij op sterf schuilt. Yes! Oh jongens, daar ben ik zo blij mee. Het is gewoon een krokodil die kan zwemmen, jongen. Oh, yes! Mijn chat is wel helemaal... geduuk. Maar dat mag niks aus, jongens. Oh, wat ben ik blij. Eerste vis. Ik zag hem liggen. Gooi hem er naartoe. Tuk, tuk, tuk. Bam! En hij pakte hem. Gelijk. Dus, kijk of ik nog een visje kan vangen. Kijk of ik nog wat zie zwemmen misschien. Die ik gewoon kan aangooien. Hier is het gooien. Een kleine largemouth. Zou dik zijn. Alles bewegen. Is dat? Nee, dat is geen gar. Ja, daar zit er eentje. Helemaal aan de overkant. Helemaal aan de overkant. Twee vissen. Twee. Eentje draait er al om. Fuck. Oh. Oh. Probeerde het te pakken. Daar zie ik ook van alles bewegen. Oh, hij is een pootje verloren. Ga ik nog maar even een ander aan doen. Een ander aasje. Maar, eerste vis is binnen, jongens. Oh, yes. Daar ben ik blij mee. Ik heb gelukkig een paar meer van deze dingen, maar ik zal misschien nog in de toekomst even wat moeten halen. Better. Please check it out the back.